Voor de begroting van het ministerie van Defensie is 657 miljoen SRD vrijgemaakt. Volgens minister Krishnamathura wordt er daaruit ruim 100 miljoen SRD extra besteed aan salarissen in vergelijking met het vorig jaar. Dit bedrag is beschikbaar gesteld aan de hand van de 17% verhoging die de regering heeft toegezegd aan ambtenaren. We hebben uitgerekend dat dat ons ongeveer 100 miljoen SRD meer gaat kosten op jaarbasis, de begroting. En dat betekent dat, hoewel we een betere begroting hebben dan 2021, het voorstel van financiën is om onze begroting aanvankelijk in de eerste aanleg op te trekken van 601 naar 680. Recent hebben we daarop nog een reductie gehad. Dus dat betekent dat het voorstel is om die begroting te brengen naar 657 miljoen. Het zal volgens Mathura een kwestie van passen en meten worden voor het ministerie van Defensie. Om de overige uitgaven te dekken is er ruim 100 miljoen SRD beschikbaar. Volgens de bewindsvrouw moet er nog gekeken worden naar de diverse toelagen. Financiën heeft geadviseerd om het 567 miljoen van te maken. En dat betekent dat we 100 miljoen hebben om alle andere onkosten te dekken. Dat betekent dat we met die 100 miljoen de rest moeten gaan zorgen voor SDF, sociale premies, voeding, brandstof, kleding van militairen, alle andere dingen. De renovatie, trainingen, alles gaan we moeten dekken met die 100 miljoen. Maar het is zoals het is. Als we als land niet meer verdienen, kunnen we niet meer gaan halen. Dus dat betekent voor ons heel erg efficiënt omgaan met elke cent dat we uitgeven.